Dienst maar niet met de droppels. Okay. Ja. Schnee mijn voet. Heel erg. Ja, maar een nest op, jongen. Ja, nou, klinkt goed. Jij denkt dat ik dat pipi niet hoor. Ja, nee. Ja. Kom, vliegtuigje, zeggen ze al eens, hè? Ja. Hele goeiemorgen, glurende buurman. Komt dat zien. Oeh, kinky. Ik heb mezelf dus een beetje laten uitslapen tot het moment dat het niet meer kan. Ja, en dat betekent altijd erg stress in de ochtend. Ik heb een koffertje mee, dus die ga ik nu pakken in plaats van treuzelen. Oké. Let's go. Ik heb trouwens dit aan. Voor hooligirls. We gaan naar hooligirls trouwens. Maakt het er niet uit hoe je eruit ziet. Want je komt er toch met poep op je gezicht af. Gadverdamme. We dragen dit topje van de H&M. Zelfs de broekjes van de H&M. Schoenen van Puma. Die zijn een beetje afgetrapt. Maar ja. Oh. Ik ging zojuist echt niet door mijn enkel. Oh my god. En de blazer is van Lofi. Ik ben echt blij met deze blazer. We gaan. Laat anders nog even je kleding zien wanneer je weg moet. Marijn. Ah, kijk wie er is. Yes, deze lieverd heeft koffie voor mij gehaald. And we love that. And we need that. En voor hooligirls opnames is dit echt nodig. Zelfs ik drink op hooligirls opnames drink ik Red Bull. Nou, als ik iets niet drink is het wel energiedrank. Maar oké. Hoi, ik ben Rick. En ja, wat doe Rick ik? Rick is altijd bruin. Ja, alleen onder de zonnebank liggen. Ja, zonderop. Ja. Nee, wat, serieus, wat doe je? Ik werk bij Hot Pepper en wij maken Hooli Girls. Nice. Dus ik zorg dat jij iedere week leuke challenges kan doen. Ja, wij weten trouwens nooit van tevoren wat wij doen. Wat wij moeten gaan doen. Nee, maar jullie proberen het wel elke keer te fixen bij ons. Los te peuteren. Ja, okay. Maar daar trap ik niet meer in. En vooral niet bij jou. Want ja. Nou, doe. Dit was trouwens de loods waar we elke keer de video's opnemen. En dit is onze eten. Dit is het eten wat we altijd hebben. Altijd hetzelfde. Ja, dat wel. Maar kijk. Lekkere broodjes. Broodjes. Wat zit hier? Vegan broodjes. Oh, dit zijn vegan broodjes. Wie is er eigenlijk bij ons vegan? Niemand. Wauw. Voor het idee, hè? Take 80.000. Let's go. Dit wordt ze. Ik vind hier altijd super rare dingen. Mijn voorspelling voor deze challenge. Deze komt over 3 weken online. Is sowieso een eetchallenge. Ja, 100%. Jongens, echt wat ik doe bij Hooli Girls. Het is ongelooflijk. Ik weet ook niet waarom ik dit allemaal zou doen. Maar ik heb poep op mijn gezicht gesmeerd. Weet je wat awkward is? Je ziet het microfoon hier, hè? Ja. De cameramannen kunnen dus de hele tijd horen wat ik zeg. En plassen is dan best wel ongemakkelijk. Dus ik doe dan altijd zo erop kloppen dat ze mij niet horen plassen. Oké. Oh my god, jongens. Ja, nee, dit... Waarom doe ik dit? Kijk, dit zijn springkranen. Die blijken dus best wel oké te zijn, maar ik heb ze nog nooit gegeten. Ik mag dus nog niet zeggen welke ik heb en hoe en wat, maar dit is echt... Als ik straks niet ga kotsen, dan weet ik het ook niet meer. Wij zijn verstrooid. Ja? Jij... Oh mijn god, ik heb echt... Ik ging letterlijk bijna over mijn nek. Ging al over mijn nek 100 keer. Ja. Nou, ik weet niet of ik het allemaal nog binnen ga houden. Zo. Dit was goor. Mijn mond brandt ook. Allemaal spul om mijn mond. Kijk, we gaan quoten. Yay! Misschien weten jullie dat helemaal niet, maar achteraf gaan we altijd quoten. En dan moet ik dus ook in de tegenwoordige tijd gaan praten. En dat is soms best wel lastig. Vooral op het begin. Oké, al die kids waren op de foto. Eentje heeft jou uitgescholden voor... Voilà, hoer. Zei ze sorry? Toen je voor mij stond, zei ze sorry. Dat zei, dat bedoelde ik niet. Oh ja, oké. Het is niet normaal. Ze waren helemaal schreeuwend langs aan het komen. Het is grappig hoeveel meiden en jongens Hooli Girls ook kennen. Eentje zei, dat jij Jane, je moet Jane echt terugpakken. Jane heeft mij een keertje in de gracht gegooid.
omdat we een discussie hadden. Er is altijd drama tijdens het opnemen, want we willen gewoon allemaal winnen, hè? Jay was aan het zoeken in het donker en ineens doet hij... Oh? Echt ineens, zet ze net op. Heb jij een BH? Okay. Spannend, we gaan de volgende opnemen. Ja. Ik ben heel benieuwd. Elke keer heb ik zoveel ongeluk met Hooly Girls ongekend. Beatsmarie met de droppels. Ja. Snee mijn voet. Heel erg. Beter dan de voet in je snee. Oh my god. Jij zit ook gewoon op. Grote drama hier ook. Oh, jij ziet er echt als... Hoe moet je die vlog aan? En dan van tevoren er zo goed uit. Nee, ik zie er ook echt. Nee! Oh. Kut lijf. Voor de 10e keer de make-up doen. Ik ga ook even het haar doen. En dan gaan we nog even 1 keer quoten. En dan kunnen we weer op Busan, hè? Wafie? Ja. Kijk wat een en al chaos dit is, joh. Hier altijd. Ongekend. Echt. Fuck me. Ja, is goed. Peggy 18. We zijn even bij de spoedeisende hulp. Auw! Ik doe even goed. Jij doe even goed. Je drukt dat hele ding er nog geen niet in. De doos. Dat doe je vaker. Heb je ook die EHBO-cursus op school gehad? Ja, ik heb dit nog nooit gedaan. Nee, grapje. Ik ga stuk, ja. Nou, ik zou echt niet weten hoe ik iemand moet reanimeren, hoor. Nee, maar dat is wel goed om te leren. Ja, dat klopt. Op welk nummer moet het ook weer? That's the way, I like it, that's the way, I like it. Wow. Laatst ging er een zwerver, die werd gewoon boos op mij, omdat ik geen maaltijd bij de Chinees ging halen. Like, wie denk je dat ik ben? Ik had eten en ik zei, hij zegt, ik heb zoveel honger. Ik zeg, oh, maar ik heb wel een broodje voor je, want ik had verse broodjes gehaald. Ik zeg, ik heb wel wat eten voor je en ook wel een appel, want ik had boodschappen gedaan. Zei hij, nee, ik wil dit en dit en dit en dit bij de Chinees. Ik zeg, ja, sorry, maar dat kan ik echt niet gaan doen. Hij zei, ja, maar het is maar zo veel bij niet, de... Je hebt ook niet een aardig mens. Nee, maar ik voelde me... Ik zei tegen hem, maar nu laat je mij me slecht voelen om het feit dat... ik nu niet naar de Chinees ga om eten voor jou te halen. Ja. Hij werd ook een beetje pissig dat ik dacht, maar ik bied je eten aan. Toen zei hij, ja, wat heb ik nou aan een broodje? Toen dacht ik, jezus, dat is wel een beetje triest, man, weet je? Dat is lekker niet. Watermeloen? Ik weet niet. You're going home with me. Kinky. Ja, maar gaan net zo op, jongen. Ja, nou, klinkt goed. Je denkt dat ik dat pipi niet hoor. Nou, Maggie. Ja. Hi. We zijn een beetje melig. That you had. Dit is echt leuk, alsof je er even werkt. Ja, alsof je er even werkt. Hats. Hats. Nou, het gaat niet heel niet zo goed. Goed in. Het is de eerste stage dag. Nou. Oh, we hebben geen hummus gehaald. Hoi, wel. Shit. Wij hebben de buren uitgenodigd. We hebben 3 hele leuke mannelijke buren. En daar hebben we nog nooit echt mee gesproken. Alleen maar heel awkward dansjes. Oh mijn god. Laatst, Anna zat hier en ik zat voor het raam. Voor de deur zat ik zo te dansen naar Anna. Stapt net een knappe buurman uit. Die kijkt mij aan. Die begint te lachen. En ik... Hey, buurman. En toen moest ik ook nog het hele stuk en de lift met hem meedoen. Het was zo awkward. Weet je waar ik zin in heb? In je moeder. Nou, jongens. Zie je hoe netjes het hier is? Er komen mannen over de vloer en ineens is het spik en span, hoor. Oeh, een meisje. Zo, dat klinkt goed ook. Hoe knus is dit? I can't. Lekker een wrappie eten. Hier kan ik zo van genieten. Dit is toch bijna beter dan uit eten gaan. Ik serieus. Toch? Dat vind ik heel lekker. Ja, ik vind het echt zo leuk. Ja. Nou, ja. Santé. Zo. Dit zijn de wijntjes van hoe we het doen hier. Gaan we drinken. Lekker wrappie. Eet smakelijk, Wijfie. Dank u. Dank jij wel. Hebt ook echt net 2 druppels. Ah. Oké. Okay. Wat sa? In het mondje. Oh.
Ik kijk net naar deze fles. We hebben nog niet eens één wijntje op. Jezus. Ik lijk echt een zuipschuit in vlogs. Weet je wat het is? Dat ben je al. Dat ben ik al. Nee hoor, het valt echt wel mee. Maar meestal op leuke dagen dat ik wil gaan vloggen, dan genieten we ervan. De buurmannen zijn weg. Het was hartstikke gezellig, lekker wijntje gedronken. En weet je dat die watermeloen is lekker? Holy fuck. Helemaal bezig. Ja, en ik trouwens, echt, ik ga helemaal stuk. Ik had 4 glazen met water om naar de tafel te brengen. En ik voelde al aan mijn water dat hij ging vallen. En toen, wat? Op de grond. En die mannen deden in één keer zo, alsof ik aan het schieten was. Echt, hand om hand of ik schiet. Die feelings kreeg ik van, ik ga helemaal stuk. Ja, het was heel grappig. En Anna verschoot niet eens. Nee. Jij weet nadat wij de slappe lach kregen, toen Anna zich verslikte in de watermeloen, ging het van kwaad tot erger. Dus ontstond er een soort van watermeloengevecht. Succes met kijken. Kom, vliegtuigje, zeggen ze altijd, hè? Ik zit helemaal onder een watermeloen. Maar trouwens, ik kom er zojuist achter dat ik morgen 5:15 moet opstaan. Oh my god, wie verzint dit? Ik moet morgen 7:15 in Almere zijn. En het is een uur reizen, dus dit is top. Very nice, ja. En het is nu 1:30, dus ik moet heel snel gaan tukken. Want anders heb ik niet meer dan 4 uur slaap. Oh my god. Slaap lekker. Mwah. Oh, hij begint al met filmen. Oh.